We willen afvalmaterialen zoveel mogelijk in de keten houden. We willen dus zoveel mogelijk materialen recupereren om daar uiteindelijk nieuwe materialen en nieuwe producten te kunnen van maken. FOSPLUS is eigenlijk degene die zorgt voor de financiering, voor de inzameling en eigenlijk ook voor de verwerking van uiteindelijk alle huishoudelijke verpakkingsmaterialen. We willen natuurlijk iedereen ontzorgen en voor de consument betekent dat een eenvoudige sorteerboodschap in eerste instantie, zodat hij ook weet dat er zeker met zijn materiaal iets gaat gebeuren. En voor de producent proberen wij hem ook te ontzorgen. We proberen eigenlijk een keten te creëren waarin het materiaal kan hergebruikt worden voor nieuwe producten. De PMD-zak is heel erg cruciaal in dit verhaal en daarom bouwen we 5 nieuwe sorteercentra en recyclagecentra tussen 20 en 24 hier op Belgische bodem. De laatste installatie zal gebouwd worden in Lommel door onze partner Morsinkhoff. We gaan in Lommel een recyclagefabriek bouwen voor HDPE en PP-verpakkingen die onder andere in België worden ingezameld door FOSPLUS. Deze fabriek is gelijkaardig aan de fabriek waar we vandaag zijn in Heerenveen. Hier passen we een recyclingsproces toe van nasortering op kleur en polymeer, malen, wassen, heetwassen en regranuleren om tot een kwaliteit te komen die maximaal opnieuw ingezet kan worden. De nieuwe fabriek in Lommel zal een verwerkingscapaciteit hebben uiteindelijk van 40.000 ton per jaar en zal werkgelegenheid bieden aan 65 personen. Deze nieuwe fabriek past uitstekend binnen de visie van Morsinkhoff Rhemoplast. Vorig jaar kondigden we al een fabriek aan in Neufchâteau, waar we petflessen en petschaaltjes gaan opwerken tot grondstof die opnieuw kan worden ingezet voor petflessen en petschaaltjes. In de nieuwe fabriek in Lommel zullen we een vergelijkbare closed loop creëren door van oude HDPE-flessen en PP-verpakkingen grondstoffen te produceren die opnieuw ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld een nieuwe HDPE-shampoofles of een PP-verpakking. Het is belangrijk om lokaal die materialen te recycleren om eerst en vooral onze CO2-voetafdruk te minimaliseren en anderzijds natuurlijk ook om die materialen te kunnen hergebruiken in onze lokale economie hier in België.